hier komen de basisspelers het veld op. Hij start vandaag, maakt zijn debuut in de keukenkampioendivisie. Mohamed Darami doet dat aan de zijde van deze 10 spelers. Met ook een basisplaats voor Divine Ranch. Het middenveld gevormd door Taylor, Jensen en Regeer. En de aanvalslinie uit Darami, Unuvar en deze Sontje Hansen bestaand. Openhartig interview gegeven, Hansen. Zeer de moeite waard om daarnaar te kijken. Ook over het wel en wee naast het veld. Dit zijn dezelfde elf als die vorige week met 3-0 wonnen van Almere City bij Emmen. Peter van Ooyen is er nog altijd niet bij. Uiteraard staat wel in het elftal Yassine Amin Azenoun. Goed voor een hat-trick tegen Almere City. En dan begin je uiteraard een weekje later weer in de basis. Hier is de man die er dus 3 in schoot. En ook voor een Finn is het fris. In één keer doorgespeeld op Darami. En die geeft hem ook weer goed mee. Hier komt de Jong Ajax voor het eerst echt gevaarlijk opzetten. Een heel groot gevaar ontstaat er niet. Actie van Salah Eddin. Veldmaten. Prima opgevangen. En dus komt Emma aanstormen met de Mendes, Burnett. Hilteman kiest positie voor het doel. Mendes, wie haalt eruit? Dat zouden we Azenoun kunnen doen. En Gorter ziet die bal heel laat aankomen. En dus is deze redding knapper dan dat hij in eerste instantie lijkt. Burnett. Azenoun. Vlak. Daar staat Van der Laan onbedoeld in de weg. Unuvar, die kan draaien en Darami heeft zichzelf gelanceerd en die wordt bijna perfect bediend door Unuvar. Uitstekende ingreep van Araujo. Unuvar. Darami gaat nog achter die bal aan. Uitdagen, versnellen. En het wordt een corner. Dankzij de ingreep van Luzayadio. Corner variant bij de tweede paal neergelegd. Daar staat de Vlak goed te verdedigen. Er komt een hernieuwde corner voor Jong Ajax. Iedereen bij Emmen teruggeroepen. Hansen. Unuvar. Salah Eddin. Dit is makkelijk te verdedigen. En dan kan Emmen misschien uitbreken. Er is heel veel ruimte. Tufiki. Die geeft hem mee aan Mendes. Maar net niet goed mee aan Mendes. En daardoor kan het Salah Eddin ingrijpen. Dit had Emme beter uit kunnen spelen. Azenoun. Die gaat het proberen van afstand. En daar verontrust je Gorter niet mee. Araujo. Nu weet hij dus precies goed ingezat hoe de wind een rol gaat spelen op zijn paas. Dat levert uiteindelijk een corner op voor Emmen. Het is druk voor de neus bij Gorter. En daar wordt uiteindelijk
nog op doel gewerkt. Regeer. Unuvar. Het is eigenlijk nog wachten op de eerste serieuze kans van Jong Ajax. Zoontje Hansen wurmt zich langs Burnett. Alleen kan de bal dan net niet meer binnenhouden. Nu zie je de druppels. Het waait precies in de lens bij de cameraman. En dan kan je wel poetsen, maar dan ziet u niks. Dus we moeten het af en toe goed timen. Hansen. Rens buitenom. Divine Range. Hansen. Ziet Veldmaat te komen. En dus een corner uit het vuur gesleept. Unuvar. Geen buitenspel voor Taylor. Dan terugtrekken. Regeer. En daar bijna. Jan Sana. Eerste echte serieuze gelegenheid voor Jong Ajax om een doelpuntje te maken. Een variant die een heel eind komt. Maar net niet wordt voltooid. Matige trap van Gorter. Maar daardoor komt juist de aanval van Jong Ajax in de stroomversnelling. Hansen. Daar is Jensen. Die maakt de bal vrij voor zichzelf. Alleen het is Taylor die uithaalt. Die pakt eigenlijk gewoon die kans af. Het schot. Uiteindelijk dus van Taylor. Na het voorbereidende werk van Jensen. Maar dat kan hij niet zelf afmaken. Burnett voorkomt dat Brouwer in actie moet komen. Nog even het geheugensteuntje in de tweede periode. Volendam 21 punten na 9 wedstrijden. Jong Ajax een puntje minder. Ook een wedstrijd minder. Emmen 17 punten na 8 wedstrijden. Kan dus bij een overwinning op een punt van Volendam komen. Vrijdag laatste wedstrijd in die periode. Dat is een uitstekende bal. Mendes en de redding is van Gorter. En die is voortreffelijk. Maakt zich goed groot. En laat Mendes eigenlijk tegen hem aanschieten. Perfect bediend door Vlak. De hoekschop. Opgevangen. Benadou. Altijd de Benadou. Het scheelt niet veel. Zo is Emme binnen een minuut 2 keer gevaarlijk. Araujo. Araujo nog altijd. Azenun verlost van Rens. Het is een chaotische wedstrijd. Wie maakt het beste gebruik van die chaos? Darami pikt zijn eigen rebound op eigenlijk. Unuvar. Legt hem daar goed neer. Nou, Regeer van heel dichtbij. Opent hij de score. En zo profiteert Jong Ajax dus het meest van de chaos op het veld. Zij beklagen zich nog, vooral Azenun bij scheidsrechter Van der Laan. Want Azenun vindt dat hij hier een strafschop verdient. Nou, dit lijkt me geen strafschop waard.
gewoon goed verdedigen. Dan loopt het eigenlijk spaak. Maar kijk eens waar de Geer vandaan komt. Niemand in zijn buurt. De hele tijd al niet. Links in uw beeld. En Unuvar heeft dat gezien. Ze staan te slapen bij Emmen. En de Geer is wakker. Perfect bediend. Dan laat hij de bal heerlijk op zijn voet vallen, Jurie de Geer. Een wissel aan de zijde van Ajax. Het veld wordt verlaten door de Geer. Regeer Rasmussen. Regeer. Daar komt de hoekschop en daar is hij bijna. Douglas. Het gevaar nog niet geweken voor Emmen. Het gevaar zeker nog niet geweken. Wat scheelt het? Rasmussen. Burnett. Het kan een heel eind komen, Burnett. En daar het schot. Gekeerd door Gorter. Inzet van Garcius. Tweede redding die er echt serieus toe doet van die doelman. Veldmaten. En Gorter tikt hem voor de zekerheid nog maar over. Punt kan een groot verschil maken. Voor Jong Ajax, voor Emmen. Het schot dat Gorter nog pakt, zeg. Fraai gedaan door Azenoun. Lekker om naartoe te vliegen voor een doelman. Bijleveld brengt hem maar weer in. Van Gelderen. Azenoun. Van Kaam krijgt hem knap voor. Nog een keer ingebracht. Valt hij goed? Jazeker, stijlvol gedaan. Maar Gorter tikt die omhaal van Mendes uit de hoek. Dat had een schitterend slotstuk geweest van een waardeloze avond. In kletsnatte omstandigheden wipt Jong Ajax over Emmen heen op de ranglijst. En grijpt de koppositie in de tweede periode. Dankzij Jurie de Geer verslaat het Emmen met 1-0. Een voetbalgevecht zonder al te veel franje. Met dit als uitslag. Jong Ajax wint van Emmen 1-0. En staat er heel goed voor om de tweede periodetitel te pakken.